En om dat met succes aan de Tweede Kamer te kunnen adviseren, onze hoofdtaak, moeten we ook weten wat er mis is gegaan. Is er een rode draad, een gemeenschappelijke noemer? Daar zijn we naar op zoek, zoals gezegd, met de bedoeling om tot aanbevelingen te komen om te voorkomen dat projecten mislukken of veel duurder worden dan oorspronkelijk de bedoeling was. We stellen het dus zeer op prijs dat u op onze uitnodiging bent ingegaan. Het helpt ons zeer als u openhartig en als het even kan zonder ICT-jargon of rare Engelse termen antwoord geeft op de vele vragen die bij ons leven. En ik vraag dat zo nadrukkelijk omdat wij gevolgd kunnen worden door allerlei mensen in het land. En dat zijn niet noodzakelijk mensen die ook al die rare Engelse termen en al dat ICT-jargon ook kennen. Maar goed, dan moeten we ook iets meer van u weten. Ja. En ja, daar zal ik u een paar dingen over vragen. Allereerst is mij opgevallen, u heeft ook uw vader bij u, zag ik. Ja. En er is nog een broer actief in, ja, in de ICT. Krijg je dat mee bij geboorte? Is dat een gen? Wat is daar misgegaan? Ja, ik kan wel zeggen dat het vrij bijzonder was om in een gezin op te groeien waarin we eigenlijk de tweede generatie ICT'ers zijn. Mijn vader is begonnen in 1964 in de automatisering. En toch krijg je daar enorm veel, zeg maar, ervaring mee wat er allemaal kan met de mogelijkheden van de technologie. Maar ook wat we de laatste jaren ook steeds meer zien, wat er niet kan met de ICT-mogelijkheden. En we praten dus inderdaad regelmatig met elkaar, met kerst, et cetera, over ICT. Het kerstdiner, dan gaat het over ICT, de hele precies. Kerst. Ja, ja. Ja, dat is een passie, hè? Dat is iets wat je meekrijgt. En dat is uiterst fascinerend om daarover te praten, te onderzoeken en te doseren zelfs. Maar het zit dus echt heel diep. Het is heel diep, ja, absoluut waar. Ja. Hoe verhoudt uw rol in het bedrijfsleven zich tot uw juridische en uw wetenschappelijke en uw onderwijstaak? Kunt u iets meer vertellen op wat voor gebied u allemaal bezig bent? Ja, ik probeer inderdaad vanuit het doen dingen te begrijpen. En vaak loop je dan toch tegen problemen aan en dan geeft dat behoefte aan onderzoek. Dus naast mijn eigen bedrijf heb ik dus een promotieonderzoek gedaan. Vertel u eerst even kort over dat eigen bedrijf. Het eigen bedrijf richt zich op het adviseren van overheden, maar ook bedrijven rondom ICT-vraagstukken. En daarvoor hebben wij ook een aantal samenwerkingen, onder andere met de Standish Group in Boston, die beschikt over een enorme database aan ICT-projecten. Projecten die geslaagd zijn, projecten die bediscussieerd zijn, betwist, en projecten die ook gefaald zijn. En in de afgelopen jaren, dan praten we over een enorme tijd van meer dan 20 jaar, is er een database gevuld van meer dan 50.000 ICT-projecten. En op basis daarvan kun je ook inschattingen maken of projecten haalbaar zijn aan de voorzijde. Maar ik gebruik dat ook als adviseur om projecten te beoordelen die gefaald zijn. Wat waren de redenen dat die projecten gefaald zijn? Dus dat is een rol die ik heb als adviseur vanuit ons bedrijf. Daar gaan we natuurlijk uitgebreid met u over praten straks. Maar daarnaast bent u ook juridisch actief, wetenschappelijk, geeft u onderwijs, vertel. Ja, de rekenkamer heeft in de midden jaren 80 gevraagd om mijn vader om onder andere een geschillenkamer op te richten. Om de aantal conflicten die er toen al waren, 25 jaar geleden, om die eigenlijk te beperken. In ieder geval als er een conflict is, niet bij de rechter langs te komen, maar dat op te lossen. Dat was in 1989 en ik mocht toen mee om de koffers te dragen met alle dossiers van de mislukte projecten. En sinds die tijd ben ik steeds meer betrokken geraakt in geschillen, oplossing en beslechting. Dat betekent dat ik als arbiter kan optreden, als lekenarbiter, want je bent geen jurist, maar je bent een deskundige op het gebied van ICT. Daarvoor heb ik een opleiding gevolgd in Leiden om meer te begrijpen hoe dat recht zich verhoudt tot ICT. Maar ook als mediator. We hebben in die jaren gezien dat, het heet ook nog mini-trial, maar dat mediation ook een hele goede manier kan zijn om conflicten te herstellen. En daarnaast de rol van deskundige voor de rechtbank. En dat doe ik geregeld. En vanuit die optiek zie je dan ook wat er niet goed kan gaan. Nou, volgens mij hebben we een klein beetje beeld gekregen van wat u zoal doet. Bij het gesprek vandaag hebben mijn collega Fokker en Bruin Slot het voortouw, maar de rest let ook op, dus op ieder moment kunt u ook van de andere kant nog een vraag verwachten. En ik wou als eerste graag het woord geven aan collega Fokker. Dank u wel. Ja. U zei net al iets over de Standish Group waarvoor u werkzaam bent. Ja. En we hebben natuurlijk ook allerlei kijkers thuis. Dus kunt u ons meer vertellen, hoe beschrijft u nou de Amerikaanse Standish Group en de activiteiten van de Standish Group? Ja,
Ja, de Standish Group is opgericht door Jim Johnson. En Jim Johnson heeft het idee opgevat meer dan 20 jaar geleden. Laten we nou eens wat meer onderzoek doen naar hoe ICT-projecten slagen of falen. Niet vanuit zijn eigen ervaring, maar vanuit de ervaring van velen. Daarvoor heeft hij allerlei partijen zeg maar als in zijn netwerk. Grote organisaties, kleine organisaties. En die leveren jaarlijks, ja, je zou kunnen zeggen, duizenden cases aan, duizenden voorbeeldprojecten aan. Zoals ze zijn gestart, voor afgemeten, wat was de bedoeling van het project. Maar ook wordt er gekeken, hoe is het gelopen. En daaruit blijkt dat er dus nog wel projecten zijn gefaald. En daaruit komt eigenlijk ook zijn eerste rapporten. Die rapporten zijn uit de jaren 90. De Chaos Reports. Het is een chaos als het gaat over ICT-projecten. Ja, ik zou daar heel graag, want daar komen we straks nog uitvoerig op. Maar u heeft het inderdaad over klanten. En wat voor klanten moeten wij dan aan denken? Om wat voor ondernemingen of waar gaat het over? Ja, nou, de Standish Group heeft 50% van haar projecten uit Amerika. Maar ook een groot deel in Europa. Dat is denk ik toch gauw ook een 30%. En die projecten zijn dus kleine projecten tot met grote projecten. Het interessante daarvan is dat vaak gesteld wordt dat ICT-projecten falen, maar dat is een gemiddelde. En een spreiding is veel interessanter. Wat hij heeft laten zien, en dat is voor mij een eye-opener, vandaar dat ik ook geïnteresseerd ben geraakt in zijn werk, is als je projecten hebt met meer dan 10 miljoen dollar als kosten die je besteedt, dan is een project groot en die grote projecten die falen. En dat betekent als je kijkt naar kleine projecten, kleiner van zeg maar 100.000 euro, die slagen over het algemeen wel. En op dat moment ga je dus zien dat het heel belangrijk wordt om meer genuanceerd te gaan kijken naar grote of kleine projecten. En dat is wat Jim Johnson laat zien, door die vragenlijsten te discussiëren, niet alleen maar in te vullen, maar ook te overleggen wat is daar aan goed of fout gegaan, krijg je veel meer inzicht in de echte oorzaken van ICT-falen. En die zijn heel complex, die zijn heel breed. En dat is denk ik interessant van wat hij zijn onderzoek laat zien. En sinds die tijd zijn we ook betrokken geraakt bij zijn werk. En helpen we ook mee met die vragenlijsten te verzamelen en te bespreken. Maar u heeft dus verschillende klanten. Maar hoe zit het bijvoorbeeld ook met klanten in Nederland? Heeft u ook klanten in Nederland? En waar moet ik dan aan denken? Ikzelf gebruik het inderdaad ook in de Nederlandse context. Maar dat is maar een beperkt aantal. Significant zeg maar is dat dus niet. Maar het kan gebeuren dat wij dit toepassen zeg maar, bij een analyse van een zeg maar, even willekeurige casus. Een ziekenhuis wat een gefaald project heeft, analyseren wij nu wat waren daarvan de criteria. En blijkt inderdaad ook dat het project vergeleken met anderen wel of geen kansen slagen had. Dus dat zijn de voorbeelden, ziekenhuizen, overheden. Maar kunt u voor Nederland ook specifiek aantallen klanten noemen? Want dat interesseert ons natuurlijk ook wel. Ja, nou, dat is eigenlijk voor aantallen minder dan wat we zouden willen hebben. Dus voor Engeland, Duitsland en Frankrijk hebben we voldoende aantallen. En voor Nederland praten we eigenlijk over een te klein aantal om daar betrouwbare uitspraken over te doen. Is daar dan een reden voor? Want u bent werkzaam voor de Standish Group en doet belangrijk onderzoek. Is er dan een reden voor waarom u dan in Nederland eigenlijk zo weinig klanten heeft? De reden is zeg maar dat het niet minder is in Nederland, maar het onderzoek wat moet plaatsvinden is nog wel dusdanig relevant. Ik heb ook gekeken naar eerdere cijfers om wat beeld te geven bij hoe het in Nederland erbij staat. Ook het belang daarmee van deze commissie aan te geven. De Rekenkamer heeft dus zeg maar al in 2007 gezegd, het is ongeveer 6 miljard wat aan verspillingen door ICT-projecten plaatsvindt. En recentelijk is dat bijgesteld tot 4 tot 5 miljard. En dat soort grootheden, daar wordt over gesproken. Maar dat is vrij lastig, omdat je zou kunnen zeggen, is het nou puur en alleen een softwareproject, het maken van programma's, of zit er ook in de apparatuur, zit er ook in het netwerk. Kortom, het zijn getallen die variëren. En waar we nu over praten is over die grootheden. En daarvoor zijn de enkele voorbeelden uit Nederland dus niet representatief genoeg om daar het antwoord op te geven. Maar we praten wel over een groot deel. Nederland onderscheidt zich niet zozeer op basis van die eerste indicaties van de rest van Europa. Dus in die zin zitten wij in dezelfde lijn. We hebben wel deze week met de mensen van Standish uitlopen rekenen wat zijn de laatste getallen die wij kunnen presenteren. En dan is het heel belangrijk weer om aan te geven, vergeleken met Noord-Amerika overheden en Europese overheden, dat wij het eigenlijk ook nog niet zo slecht doen in Europa. Dat is denk ik een belangrijk gegeven.
Een ander punt is wel, is dat de faalkosten, dus het percentage wat gefaald is, is nog steeds wel hoog. En dan praten we dus voor alle projecten in Europa over zo'n 24% die falen. En dat is heel belangrijk wat ik nu zeg. Falen wil niet zeggen, we hebben een probleem, het is niet in gebruik genomen. Het is nooit gebruikt. En dat is de meest strenge definitie die je kunt hebben van zeg maar een kostenpost. Het project is nooit in gebruik genomen. Daarentegen staat er ook nog zo'n 46% van betwiste projecten binnen de Europese overheden. Dat is dus ook een aanzienlijke kostenpost, want dat betekent dat die projecten niet binnen tijd, niet binnen de kosten, maar misschien ook veel minder hebben opgeleverd dan was bedoeld. En dat betekent dat daar ook zeker een aanzienlijk deel van die 46% kan worden aangemerkt als faalkosten. En dan kom je inderdaad uit op bedragen die de Rekenkamer, denk ik, correct probeert te schatten, zijn schattingen, tussen de 4 tot 5 miljard euro per jaar voor Nederland, overheid. En dat is een beetje wat we kunnen stellen, zeg maar. Vandaar dat ik ook liever die cijfers dan ook hanteer dan die enkele exemplaren, want dat is natuurlijk niet betrouwbaar genoeg om daarover te rapporteren. En daarin geeft u inderdaad aan dat 4 tot 5 miljard de Rekenkamer op die schattingen baseert. En als ik het goed heb, maakt de Standish Groep gebruik van meer dan 50.000 projecten om dat soort berekening te doen. Dus ja. Het is niet gebaseerd op drijfzand, om het zo maar te zeggen. Precies. Die 4 tot 5 miljard, gaat dat om een jaarlijks bedrag waar het u over heeft? Ja, dat is een jaarlijks bedrag. Dus jaarlijks is 4 tot 5 miljard die verloren gaat. Die verloren gaat in Nederland. Ja. En als u verloren gaat omschrijft, dan zijn dat zowel faal, dus dat ze nooit in gebruik worden genomen, maar ook dat ze duurder zijn. Kunt u daar iets meer over zeggen? Ja, die verhouding zit dus, als we kijken naar de verhoudingen, succesvol wordt aangemerkt 30%. Dat betekent dus dat 70% van alle projecten zeg maar, op overheidsvlak is of gefaald, 24%, of betwist. Het wordt nog iets strenger als ik ga kijken naar grote projecten. Want dat is mijn betoog ook. Hè. Kleine projecten, minder mensen in betrokken. Dat gaat over het algemeen wel goed. Als we naar grote projecten kijken, projecten van zeg maar, $10 miljoen, dus zeg maar zo'n 7,5 miljoen euro, dan falen er 36%. Nooit in gebruik genomen. Dus dat geeft een behoorlijke indicatie, denk ik. En dan bij is betwist 57%. En dan komt het schokkende getal. Maar 7% van de grote projecten is succesvol. Wat dan fascineert, als we dan inzoomen op de projecten die niet succesvol zijn. Waardoor falen eigenlijk de ICT-projecten? Ja, dat is denk ik interessant vanuit met name de dialoog die je dan hebt over die vragenlijsten heen. Je merkt dus dat daar een aantal chaoswetten zijn gedefinieerd. De wetten waarop je zegt, waar gaat nou fout op? En dat heeft tot een top 10 geleid, waarbij heel interessant is om te constateren dat de eerste drie lessen die je kunt leren niet gaan over ICT. Die gaan eigenlijk over mensen, mensen en mensen. Het is heel belangrijk dat de organisatie zeg maar, het projectmanagement op orde heeft. Het is heel belangrijk dat de organisatie een medestander is in het project en geen tegenstander. En dat er sprake is van duidelijke doelstellingen. Dat zijn eigenlijk al de eerste indicatoren die gaan dus over de samenwerking. ICT-projecten zeggen ook heel veel over samenwerking tussen mensen. En technologie is daarvan maar eigenlijk een kleiner onderdeel. En dan is het ook duidelijk dat er een relatie bestaat tussen grote projecten en kleine projecten. Want hoe groter het project, hoe meer samenwerking, hoe meer kans op miscommunicatie en op falen. Dus daar zit die wetmatigheid in. Vandaar ook dat Standish adviseert, probeer nou projecten kleiner te maken en niet groter. Een ander belangrijk punt is ook dat een project op een bepaald moment wordt gezien als iets wat binnen tijd, geld en kosten moet worden opgeleverd, met een bepaalde functionaliteit, dat eigenlijk zou moeten gaan om de toegevoegde waarde. Wat levert dit project nou eigenlijk op voor ons? En dan zie je dus ook dat dat natuurlijk een veel belangrijker criterium zou moeten worden om projecten te sturen. We hebben op een drie assen gekeken naar hoe kunnen wij die complexiteit van die projecten wat begrijpelijker maken. Allereerst heb ik al genoemd projecten. Projecten, hoe groter het project is, hoe groter de complexiteit en daarmee de kans op falen. De andere heeft te maken met de organisatie. Hoeveel betrokkenen hebben wij in dit project? Hoeveel partijen spelen daarin een rol? Waren de partijen met elkaar op één lijn of waren ze tegengesteld? Was het duidelijk wat de partijen van elkaar verwachten? Dat is de tweede as. Dat gaat dus met name over het organisatiedeel. En de derde die van belang is, en dat is natuurlijk wel een punt dat ICT aangaat, dat is de complexiteit van het systeem. Hoe groot is het systeem? Hoeveel functies zitten daarin?
Maar ook, ja, waar gaat het systeem uiteindelijk in gebruikt worden? Wordt het gebruikt in een kleine organisatie als enig programma? Of wordt het gebruikt als één programma in een heel groot organisatie met misschien wel honderden andere programma's? Dat laatste is natuurlijk veel complexer. Je hebt veel meer verbanden, koppelingen. Dus op die drie assen zou je kunnen zeggen, daardoor gaat het fout. Projecten zijn te groot, te veel organisaties en misschien de complexiteit van het project. En u geeft als eerste inderdaad ook aan dat het vaak een grote factor niet eens is dat het dus de ICT zelf is, maar de mensen die aan het project werken. Ja. Welke rol heeft dan, want we kijken nu natuurlijk ook naar de rol van de politiek bij het verloop van de ICT-projecten. Kunt u iets zeggen over de rol van de politiek bij het falen of het problematisch verloop van de ICT-projecten? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om echt aan te geven dat een overheid haar eigen eigenschappen heeft. Een bedrijf, wat we zien uit de cijfers van Stendis, een bedrijf kiest haar eigen klanten. Een overheid heeft dat recht niet. Die heeft sociale inclusiviteit. Dat betekent dat iedere burger heeft recht op een dienstverlening. Het krijgen van een paspoort. Daarmee zijn die projecten eigenlijk op per definitie groot. Want je praat dan over 17 miljoen klanten die je in één keer moet bedienen. Daar kan de overheid niet onderuit. Dus dat is een voldongen feit. Een ander punt is ook dat de overheid natuurlijk een bijzondere opdrachtgever is in die zin. Die natuurlijk veel meer openheid en transparantie heeft dan bedrijfsleven. Dus dat betekent inderdaad dat de sturing die daarbij past vanuit de overheid met het voldongen feit van grote projecten moet gaan nadenken over hoe kunnen we dat beter inrichten. En ik merk wel dat de initiatieven die genomen zijn, daar is ook over gerapporteerd, introduceren van een verantwoordelijke voor ICT, dat heet dan in Engels jargon een CEO, ik ga het eenmaal heel kort zeggen, maar verantwoordelijke voor ICT benoemen. En de eerste indicaties zijn dat het ook tot successen leidt binnen de overheid. Er wordt ook beter gekeken naar het bij de poort controleren of de kwaliteit van de projecten goed is. Dat is een Engels woord weer, een gateway controle. Zoeken naar, is dat project wel in staat om te worden uitgevoerd. Daar zijn ook de eerste indicaties van dat dat positief bijdraagt. Dus mijn indruk is dat er binnen de overheid heel hard wordt gezocht naar de oorzaken van het probleem en naar de oplossingen ervan. En dat daar in Nederland niet anders dan andere landen dezelfde problemen heeft. Dus in die zin wil ik dat eigenlijk wel benadrukken dat ik vind dat we in Nederland echt wel ons best doen om dit probleem te begrijpen en te adresseren. Maar het is niet eenvoudig. Nee, want daarin zegt u inderdaad dat er jaarlijks qua schattingen 4 tot 5 miljard geld eigenlijk verloren gaat. Maar dat betekent ook iets natuurlijk over hoe de overheid zijn risicomanagement inricht. En wat is uw oordeel over die inrichting van het risicomanagement? Ja, ik denk dat het een punt is waar we wel zien bij Stendis dat de inrichting van die projecten zeer afhankelijk is van de type oplossing die je zoekt. Om heel concreet te maken, heb je een heel duidelijk doel om een programma te maken voor het leveren van een product? Of ben je bezig met ook nog een beleidsverandering gelijk te introduceren met het maken van het programma? Dan is het veel onduidelijker wat de doelstellingen zijn van het project. En daarmee is de sturing ook lastiger. Dus je kunt je voorstellen dat ik het mee eens ben met de opmerking dat je eerst bijvoorbeeld wat zaken moet vereenvoudigen. En dan een stukje moet ondersteunen. En dat gaf u eerder natuurlijk aan dat kleinere projecten beheersbaarder zijn. Ja. Maar als ik het u wat u zegt mag uitleggen in termen. Zegt u dan eigenlijk dat de overheid van tevoren niet altijd weet of ze een villa gaan bouwen of dat ze een schuur gaan bouwen? Ik denk dat wat er gebeurt is dat de overheid, net zoals iedereen, te maken heeft met de verandering. En ik moet wel iets bijna een mini-college geven. In de jaren dat mijn vader begon, in de jaren 60, spraken we over de data en informatiesystemen. En wij ondersteunden wat er al was. Je maakt een berekening voor een hypotheek of je maakt een berekening voor een overlijden. Daarmee heb je een heel duidelijke specificaties en kun je dat ook opleveren en is het duidelijk en kun je dat maken. De problemen waren toen meer van technische aard. Lukt het wel met de programmatuur en met de apparatuur? Vanaf de jaren 70 en verder zien we dat het niet meer gaat over datasystemen en informatiesystemen, maar veel meer over de systemen die de omgeving aansturen. En als de overheid moet veranderen, en de overheid moet soms veranderen, dan veranderen dus ook de doelstellingen en daarmee ook de specificaties. En naarmate de overheid ook groter is en veel verandert, dan is natuurlijk de chaos compleet. Dan betekent eigenlijk wat u zegt, want dat zei u zo net ook, is dat de overheid dan met een bepaald plan start. De
omgeving verandert. Er is een ICT-ontwikkeling en dan moet het ICT weer aangepast worden. Kijk, dat is nou... Dit is een beetje mijn passie. Hè? Ik ben nu verbonden aan de Universiteit van Antwerpen en daar praten we over duurzame software. Software die kan evolueren, software die kan veranderen. Wij denken vaak dat software heel erg soft is, heel zacht is en dat je het erin kunt prikken. Maar je kunt ook vergelijken met een raket. En je hebt een raket met 4 motoren en dan moet die naar de maan, maar moet naar Mars. En dan zeggen we, weet je wat, dat is een verandering van het beleid. Wij stoppen er een 5e motor bij, want dan gaat die een stukje verder. Maar die 5e motor betekent dat de brandstoftoevoer moet toenemen. Dat ook de tank groter moet worden, dat de tank dikkere wanden moet hebben, dat de trillingsfrequentie aangepast wordt. En we zijn bezig om het hele raket opnieuw te ontwerpen. Wij denken dus wel dat wij kunnen aanpassen heel snel op wat de overheid wil. Maar de systemen zijn eigenlijk niet duurzaam genoeg voor. We stellen het nog zelfs strakker, software slijt niet door het gebruik, maar software slijt door het aanpassen ervan. Het is net zoals met een huis, als je maar blijft aanpassen, krijg je een bouwval. En dat is natuurlijk wel een consequentie van die as van de complexiteit van het systeem. De overheid heeft nu eenmaal grote projecten en de overheid moet veranderen. U heeft het daarin dus over slijtage van software. Dus dat betekent eigenlijk dat de overheid gedurende de rit en de politiek de eisen verandert, waardoor het fundament waarop het huis gebouwd is, het eigenlijk niet kan dragen en er problemen ontstaan. En daarom is het zo fundamenteel en is het ook geen vraagstuk van personen, maar is het een vraagstuk van met name dan wel de systeemkwaliteit. En vandaar ook dat fundamentele onderzoek op onze universiteit om te zeggen, wij moeten dus gaan nadenken hoe wij systemen kunnen normaliseren. Hoe wij systemen zodanig kunnen maken dat ze wel mee kunnen. Want die aanpassing in de omgeving, daar kan niemand onderuit. En als we dan kijken naar andere voorbeelden, andere industrieën, we zijn in staat nu om voor minimale kosten miljarden transistoren te stoppen in een PC of in een tablet. En waarom is dat? Elke transistor heeft dezelfde eigenschappen en kun je aan elkaar klikken. Als software ook op die manier zou kunnen worden ontwikkeld, dan kun je de aanpassing in de omgeving doorvoeren op je software. En dan zou het dus veel minder kwalijk zijn om die veranderingen te hebben. Helder. Daarin zie je dus, geeft u eigenlijk aan dat die veranderen van wensen gedurende weg een van de achterliggende oorzaken is van problemen bij ICT-projecten. Zijn er nog andere oorzaken waarvan u zegt van die moeten ook echt meegenomen worden om helderheid te krijgen waarom er 4 tot 5 miljard aan geld elk jaar verloren gaat in dit soort projecten? Ja. Zoals net al aangaf, dat is niet alleen maar de realisatie in de projecten, maar ook de as van de organisatie. Als de organisatie in zichzelf niet duidelijk is ontworpen, dan is de uiteindelijke consequentie dat het ook in het programma natuurlijk niet loopt. Dus het vereenvoudigen van, bij wijze van spreken, het proces voorafgaande aan het veranderen met ICT, dat zou natuurlijk de voorkeur hebben. Collega Van Meenen. Ja, u werkt dus aan de verbetering vanuit de wetenschap, hè? Hoe we het allemaal beter kunnen maken. Ik ga even terug in uw verhaal naar het moment waarop u zei dat er allerlei indicaties zijn dat het vanuit de overheid ook beter gaat. Ja, dus de aanstelling van de CEO. Ja. Kunt u daar toch iets preciezer in worden? Wat heeft u nu voor indicaties dat het ook beter gaat? De eerste instantie is het natuurlijk ook gebaseerd op een stukje literatuuronderzoek. Ik heb natuurlijk automatisch voorbereid om te kijken wat zijn hier de rapportages van. Maar anderzijds merk ik ook daadwerkelijk dat met bedrijven waarmee wij samenwerken en overheden, dat ook binnen de overheid dus echt gezocht wordt naar die fundamentele oplossing. En net het verhaal dat ik zojuist vertelde over die duurzame software, dat wordt ook binnen de overheid grondig onderzocht om dat toe te kunnen passen. Dus ik merk dat het begrip van het probleem en de oorzaken, dat steeds duidelijker wordt. Een ander voorbeeld wat ik misschien mag noemen, ook op het juridisch vlak, is dat ik bijvoorbeeld gezien heb dat de arbeidsvoorwaarden, onder leiding van Ruud Leter, het opgesteld, ook veel meer ruimte bieden voor inspectie. Inspectie aan de poort, maar ook tijdens het project om te beoordelen, is er nu echt wel iets opgebouwd? Net zoals in de bouwwereld wil je op een bepaald moment weten hoeveel etages hebben nu staan. Dat soort zaken worden eigenlijk steeds meer geïntroduceerd, daar hadden we het net over. En dat vind ik dus een voorbeeld waarbij je dus ziet dat er echt wel gewerkt wordt aan een verbetering. Ik kan het zelfs ook staven vanuit die eerste cijfers. Ik gaf aan dat in 2007 de rekenkamer nog uitkwam op 6 miljard. Nu zitten wij op 4 tot 5 miljard. Dus dat is toch alweer een stukje minder dan een jaar of 10 geleden. Want de cijfers waren gebaseerd op 2004.
Dus ik merk wel dat er enorm hard wordt gewerkt aan een betere succesratio, ook binnen de overheid. En is dat bij eenzelfde volume, die 4, 5 miljard die u nu constateert, is dat bij eenzelfde volume of bij een groeiend volume? Bij een groeiend volume zelfs. Dus dat betekent dat je kunt zeggen dat er wel degelijk hard wordt gewerkt. Maar het is absoluut dat iets waarvan ik zeg, daar moet nog veel meer aan gebeuren. Zowel in het onderzoek als in de praktijk. Want dit is een maatschappelijk vraagstuk geworden. Het is niet alleen maar zo dat we praten over kosten, maar ik mag me ook omdraaien. We kunnen niet meer zonder ICT. Net zoals ook door het ministerie van Veiligheid is aangegeven. Als de elektra uitvalt, dan zijn we als land natuurlijk in de problemen. Maar als ook de ICT uitvalt, zijn we in de problemen. En dat betekent dus dat op dat vlak, denk ik, een duidelijke winst moet worden geboekt nog in het verbeteren van deze resultaten. Want het is natuurlijk veel te veel geld, 4 tot 5 miljard. Collega Udewel. U zegt dat het beter gaat. Maar hoeveel projecten in Nederland heeft u nu in uw database? Dat werd eerder gevraagd, daar gaf u toen geen antwoord op. Ja. Dat waren er kennelijk te weinig, want u zegt niet representatief. Ja. Waarop baseert u dan uw uitspraken dat het beter gaat? Ik baseer net de uitspraak op de grote cijfers van de Rekenkamer, waarin dus in de afgelopen 10 jaar een daling is geconstateerd van de faalkosten. Dat is één ondersteuning. Andere lijn is dat, omdat de cijfers van ook zeg maar Duitsland, Frankrijk en Engeland in het Europese deel zitten en we ook zien over de jaren heen dat ook bij ons omliggende overheden minder falen plaatsvindt, dat het natuurlijk ook van toepassing zou kunnen zijn op de Nederlandse situatie. Dus het is gebaseerd op zeg maar deze cijfers. En ja, we mogen dus denk ik daar nog echt wat meer onderzoek naar doen, want u zegt het moet nog preciezer gebeuren. Het zijn ook schattingen die afgegeven worden, maar het is gevraagd om zeg maar die schattingen toch te geven, zodat we de orde grootte van dit probleem kunnen aangeven. Maar het is nog veel preciezer. Is het nou alleen maar softwarefalen of is het ook hardware wat erin zit? Zijn het alleen maar de kosten die gemaakt worden door het uit te geven? Of zitten er ook de kosten in van de medewerkers zelf? Dus je merkt dat er enorm veel meer nuance zit in die cijfers. Vandaar dat ik ook niet zo stellig durf te beweren, dit is het precieze getal. Maar op basis van de grote getallen die we hebben in het buitenland, het idee dat Nederland zich redelijk kan meten met andere landen, kun je dit soort cijfers als indicatie gebruiken. Maar hoeveel projecten heeft u dan in uw database? Nederlandse projecten? We hebben, dat heeft Jim natuurlijk mij gevraagd, omdat natuurlijk Jim Johnson gevraagd om dat vrij beperkt te houden, omdat een aantal natuurlijk te beperkt is. Ik zou dat moeten beperken tot dat we in ieder geval een dertigtal partners hebben die getallen aanleveren. Dat zijn dus overheden en de instellingen die onderdeel uitmaken van die vragenlijsten. En die doen jaarlijks dus een aantal projecten die zij dus in de database inbrengen. Dus dat is niet de duizenden, maar dan praat je meer over honderden. Dat is de aantal waarover we praten. En dat is te weinig om dit soort uitspraken alleen op Nederlandse lees te schoeien. Nog één vraagje over die financiën voordat we doorgaan naar mevrouw Fokker. U zegt, ik vat het even een beetje ruw samen, 4 tot 5 miljard spoelen we door het putje per jaar. Dat is een ruwe schatting. Laten we er een miljardje naast zitten, dan is het 3 miljard. Dat is ongelooflijk veel geld. Ja. Hoeveel zouden we nou kunnen besparen van dat weggegooide geld als we die raket een beetje beter bouwen en ontwerpen? Ja, ja. Ik denk dat daar enorm veel winst te halen is. Dus dat betekent dat deze commissie absoluut op het goede spoor zit om dit soort oorzaken eerst boven tafel te halen in plaats van de symptomen. Want die oorzaken zitten dus op die drie verschillende elementen. De projecten zouden, wat mij betreft, ook al zijn ze noodzakelijk groot voor de overheid, nog beter kunnen worden ingedeeld in kleinere projecten. En dan niet prioriteren naar, laten we zeggen, belang alleen, maar ook naar waarden. Wat voegt het toe? Zodat je ook elke keer kunt meten, kleine projecten, toegevoegde waarden, we gaan weer door. Op die wijze zou de overheid toch wat planmatiger en wat meer en wat sneller kunnen acteren. Met name ook eerder projecten kunnen stoppen. Voortijdig stoppen van projecten levert enorm besparingen op. Dan op de as van de organisatie probeer je dat te vereenvoudigen. En de raket inderdaad herbouwen is natuurlijk ook een belangrijke as. En dat zijn de elementen waar dus werk moet worden verricht. Daar gaan wij in ons onderzoek nog veel aandacht aan besteden. Mevrouw Fokker. Dank u wel. Ik wilde eigenlijk een overstap maken naar een andere expertise van u. Want u bent niet alleen een mediator, maar ook
arbiter en gerechtelijk deskundige, als ik het goed heb begrepen. En wat wij dus heel graag zouden willen weten, eigenlijk de juridische kant ook van de zaak, van hoe gaat de overheid en de ICT-sector nu om met conflicten in projecten? Kunt u ons daar meer over vertellen? Ja, er zijn een aantal trajecten geweest waar ik wel iets over kan vertellen, maar die dan vertrouwelijk zijn. Maar dat is bijvoorbeeld een kenmerk van een mediation. Een mediation is dus een vertrouwelijke procedure om iets te herstellen. Dus daar kan ik geen namen van noemen. Maar dat doet de overheid absoluut aan mee. De overheid is daar zeker een partij in die dat probeert op te lossen. Daarnaast maakt de overheid ook gebruik, en dan praat ik ook over lagere overheden, zoals steden, van bijvoorbeeld arbitrage. Arbitrage om daarmee de ICT-kennis in het vonnis te krijgen. Dus dat er ook niet alleen maar juridisch gekeken wordt, maar ook inhoudelijk gekeken wordt. Dus ik denk dat daar absoluut de overheid gebruik van maakt. Net al genoemd, de overheid is ook zelf een van de grote initiatiefnemers als het gaat om de contracten die er gemaakt worden. Voorheen was dat natuurlijk de zogenaamde BISA-voorwaarden van Binnenlandse Zaken. Onlangs, een aantal jaar geleden, is dat de ARBIT-voorwaarden geworden. En dat zijn voorwaarden die absoluut bijdragen aan een betere beheersing als het gaat om contracten. Dus de overheid is daar zeker op actief, in mijn beleving. Kunt u ook aantallen noemen? Hoe vaak komen conflicten voor tussen overheid en ICT-leveranciers? Uit mijn eigen ervaring zou ik er een aantal kunnen noemen, maar dat is natuurlijk dat is te beperkt. Als ik kijk naar de instituten waar ik dan ook wat kennis van heb, dan praat ik het toch wel over per jaar tientallen projecten die zich lenen voor een procedure, mediation procedure of arbitrage procedure. Ja, zeker. Ja. En als ik dat dan tegenover het bedrijfsleven stel, het aantal procedures, is dat dan in verhouding of is daar een mismatch? Is het bijvoorbeeld bij de overheid vaker of bij het bedrijfsleven? Ja, dat is een lastige vraag, omdat enerzijds de overheid soms ook niet anders kan dan naar de rechter toe gaan in haar projecten. Dus die vallen dan buiten mijn zicht. Ik zou zeggen dat overheid en bedrijfsleven toch redelijk oplopen, hoor. Ook weer in die grote aantallen. Ook als je kijkt naar grote banken, grote verzekeraars, die hebben ook dat soort problemen die de overheid heeft als grote gebruiker van ICT. Ik zou niet zeggen dat de overheid daarmee het minder doet dan het andere. Nee. U zei net dat de overheid niet anders kan. Hoe moet ik dat duiden? Ja, het probleem is de omvang van het project. Het probleem is de omvang van het aantal systemen wat samenwerkt. En het probleem is de oorzaak hoeveel partijen moeten samenwerken. Je wilt bijvoorbeeld een registratie hebben van al je burgers. Dat betekent dus groot project, betekent dus veel aan de systeemkant, allerlei koppelingen en allerlei instanties die samen moeten werken. Dus per definitie heeft de overheid die complexiteit in huis. Moet ik dat dan ook zo zien dat dat soort projecten wellicht niet zo snel via mediation wordt opgelost, dat het dan al heel vaak wel een gerechtelijke procedure wordt, omdat gelet op de complexiteit van zaken rond de overheid, dat gewoon niet via mediation tot een goed eind kan worden gebracht? Ik denk dat die supergrote projecten over het algemeen een co-productie zijn, een samenwerking zijn tussen de overheid en dan de leveranciers die dat samen maken. Waardoor de overheid niet alleen maar met de andere partij te maken heeft, maar ook zelf partij is. Waardoor het veel lastiger wordt om het dan ook op die manier te beslechten. Dus ik denk dat dat een nog grotere complexiteit is. De overheid is zelf vaak mede verantwoordelijk ook voor het resultaat te leveren. Dus dat maakt het lastig, denk ik. Houdt dat in dat de overheid sneller dan naar de mediator toe gaat? Of houdt dat in dat de overheid soms ook langer doormoddert, omdat ze juist ook partij is? Ik denk dat het woord doormodderen een hele belangrijke is. Want hoe eerder je zou kunnen zeggen, wij kunnen een bepaald project stoppen en vandaar grote projecten is kleiner maken, zodat je de kleintjes kunt stoppen die toegevoegde waarde hebben, dan zou de overheid meer kunnen besparen. Ja, absoluut. Ja. Hoe zit het met de inhoud van de contracten bij de overheid? Want je hebt natuurlijk de proceskant, dat het wellicht uiteindelijk uit de hand loopt en wellicht mediation wordt of rechtszaak. Ja. Maar hoe zitten de contracten tussen de overheid en de ICT-leveranciers in elkaar? Zijn daar nog bijzonderheden? Of? Ja, ik moet zeggen dat ik nogmaals de arbeidsvoorwaarden als voorbeeld genoemd. Ik vind dat de overheid daar een keurige positie inneemt om het
project als uitgangspunt te nemen en niet alleen de belangen van of de overheid of de leverancier. Dus ik zou zelf zeggen dat de overheid daar een keurige koers in voert. En die contracten wat mij betreft, daar zit denk ik wel een goede basis. Aanbestedingen, dat is een ander traject denk ik, is een lastiger. En waarom is die dan lastiger? Omdat als overheid je gedwongen bent te kiezen op basis van een aanbesteding die niet altijd tot die waarde komt die je zou willen hebben. De overheid is soms ook gewoon als open organisatie gedwongen om te kiezen bijvoorbeeld voor de goedkoopste aanbieder. Terwijl iedereen kan zeggen, ja, waarom is het nou zo goedkoop? Een paar kritieken op de cijfers van Stendis zijn onder andere, van professor Verhoef, die ook vandaag aanwezig zal zijn, is dat die cijfers ver uiteenlopen. En dat komt niet alleen maar door de overschrijdingen, maar misschien ook wel door de kwaliteit van schatten, de onderschatting van een project. En waarom is dat? Dat is enerzijds omdat het lastig is om grote projecten goed te schatten, maar anderzijds, als je aanbesteedt op degene die het goedkoopste is, dan zit je zelf buitenspel als leverancier als je heel reëel hoog inschat. En daardoor zit natuurlijk ook een vertekening in de cijfers. Want ja, mijn vader heeft ons meegemaakt in de jaren 70 dat hij open en eerlijk zei, u moet drie computers aanschaffen, want dat is noodzakelijk voor de capaciteit. En een concurrent zei, nou, wij kunnen het wel met één. En de aanbesteding betekende dan dat de concurrent met die ene computer het werd. Een paar jaar later kwam mijn vader langs en stonden er natuurlijk veel meer dan die ene computer. En ook veel meer dan drie. Inderdaad, ja. Want dan zegt helder van dat aanbestedingsproject of aanbestedingstraject kan de overheid in problemen brengen. Omdat ze dan voor de goedkoopste aanbieder ook misschien moeten of juist kiezen. Ja. Dus dan is de basis van het project vrij gammel. Maar betekent dat ook dat de kansen op verstoringen in de rest van het traject gewoon groter worden? Moet ik dat uit uw woorden begrijpen? Ik denk als je in de aanbesteding uitgaat van een niet complex project en daarop aanbiedt en je weet dat een project toch heel erg groot is, met de kans van slagen die ik net genoemd heb in percentages van maar 7% kans op succes, dan mag je wel afvragen of dat nou zo'n goede basis is. Precies, grote projecten met meer dan 10 miljoen uitbestedingen, die zijn heel risicovol. Als ik dan nog even een stapje terugzet, want dan het contract, zegt u, nou, dat heeft de overheid aardig op orde. Hè? Het zit hem eigenlijk in de aanbesteding. Gaan dan ook heel vaak de rechtszaken uiteindelijk over iets wat in de aanbesteding niet helemaal goed is gegaan? Ik denk dat de meeste vragen gaan vaak over het kost te veel, het duurde te lang en het leverde te weinig op. Dat zijn dus de vragen die dan ook gesteld worden, waarbij dus de schade moet worden bepaald en ook de schuldvraag moet worden bepaald. En dat heeft dus veel te maken, dus niet zozeer of dat contract nu van tevoren al aangaf wanneer je met elkaar zaken moest regelen, maar of dat werkelijk ook geleverd is wat was bedoeld. En daar zitten natuurlijk de grote verschillen zitten daarin. Van mij. En is u ook bekend in hoeveel gevallen die schuldvraag bij de overheid ligt? Althans de schuld. Nou, ik heb het aantal eigenlijk al gegeven. Omdat ik denk dat die projecten zo groot zijn, is de overheid niet alleen maar afnemer, maar ook mede-koopproducent. En is de overheid dus daar in die mate altijd betrokken bij. Dus ik zou dat veel makkelijker kunnen doen bij een heel klein project, waarbij één afnemer een leverancier heeft. Dan kun je die zwart-wit tekening maken. Ik denk dat de overheid daardoor ook in een lastige positie zit, want zij heeft ook een rol om mee te bouwen aan dat programma. Aan dat project. Dus daarmee is de overheid per definitie vaak partij. Ja, partij, maar u had het net over de schuldvraag. Ja. Waar ligt die schuld? En heeft u een beeld van hoe vaak die eigenlijk uiteindelijk bij de overheid wordt vastgesteld, vastgelegd? Ik doe het nu op casuïstiek hoor, dat ik het goed te denken. Neem een project X dat u kent, noem het X en beschrijf het ons. Ja, project X gaat over de berekening van de salarissen van ambtenaren. Speelt zich af rond het jaar 2000. En er is een problematiek, namelijk is het programma wel klaar voor het jaar 2000? Want dan zouden mogelijk ideeën kunnen ontstaan dat dan de salarissen niet worden uitbetaald.
Daarvoor zijn wij gevraagd in een rol van bemiddeling en hebben gekeken naar wat daar goed en fout gegaan is. In dat traject merkt u dat dus beide partijen een rol hebben vervuld en in die zin ook via een minderlijke weg het probleem hebben geschikt in plaats van naar een rechtbank te zijn gegaan. Dat is een voorbeeldproject wat groot in omvang is. Ik denk ongeveer bestedingen, was het een gulden tijdperk, 70 miljoen gulden of meer. En dat project is uiteindelijk gefaald. Dat is een voorbeeldproject. En daarbij is dan de rol, zoals ik net al duid, daarom ook die nuance, vanuit de overheid natuurlijk altijd als partij mede verantwoordelijk voor het geheel, helaas. Ja. U belt. Als de overheid procedures voert, gebeurt dat in de openbaarheid. Daar wordt van geleerd in de branche en bij de overheid. Schikkingen die zijn niet openbaar. Ja. Daar wordt dus niet van geleerd. Ja. Ja. Zou dat te verhelpen zijn? Zou u of anderen analyses kunnen maken van schikkingen, zodat de overheid en leveranciers daar wel van kunnen leren? Ja, dat vind ik een hele goede suggestie. Kijk, het idee van mediation is met name, je wilt nog verder, je wilt het probleem oplossen en herstellen. Maar zo gauw het al eens gefaald heeft, dan zou je inderdaad die onderzoekinformatie moeten gaan gebruiken om ervan te leren. Absoluut mee eens. Ja. Ik ga nog even twee tussenvragen stellen voordat ik weer bij mevrouw Fokker kom, dat ze me zeer intrigeert. De eerste gaat over dat probleem waarin u zegt, ja, de overheid kan ook moeilijk procederen, want ze is eigenlijk mede creator geworden. Stuiten we hier ook niet op wat in die ICT-wereld met een verschrikkelijk woord vendor lock-in wordt genoemd? Dus dat je zodanig afhankelijk wordt als overheid van één leverancier met wie je al heel diep in dat project zit, dat je eigenlijk niet meer van hem af kan, om het even plat te zeggen. Ja, dit is, om een klein voorbeeld te geven, om te illustreren. Soms denk je dat je praat met de overheid of met overheden aan tafel. En alle personen zijn ingehuurd door commerciële bedrijven. Dat voelt heel raar. Dan denk ik van, hoe kan het nou toch zijn dat hier niemand vanuit de echte overheid, noem het dan maar, zit. Dus een goed opdrachtgeverschap, dat is natuurlijk noodzakelijk voor een balans in die verhoudingen. En die is vaak zoek? Ik vind het wel uit balans, ja. Vaak? Ja. En het tweede punt, nog even door over dat doormodderen. Uit de voorbeelden die wij in de eerdere stadia hebben onderzocht, krijgen we in ieder geval de indruk dat heel veel van die problemen die u omschrijft rond die raket en zo, ja, dat zich, hè, dus die extra brandmotor erbij en dus een grotere tank en dan een heleboel ellende erachteraan, ja, dat zich natuurlijk zowel bij het bedrijfsleven als bij de overheid voordoet. Absoluut. Maar de indruk is die wij hebben, en ik vraag u daarom daar expliciet naar, dat er bij de overheid veel langer wordt doorgemodderd, om alle redenen die we misschien ook nog wel met anderen zullen bespreken. En bij het bedrijfsleven in ieder geval sneller wordt gestopt en wordt ingegrepen. Kunt u daar iets meer over zeggen, over wat wij denken dat het geval is? Ja. Ik heb ook voor deze commissie natuurlijk een aantal grote faalprojecten gekeken in het afgelopen jaar. Maar zelfs nog dit jaar. Dit jaar is het bijvoorbeeld mogelijk gebleken dat voor een aantal uren niet mogelijk was om te betalen via internet. En de kosten daarvan bedragen zo'n 3 miljoen euro in Nederland voor webwinkels. Dat is niet een overheid die dat gedaan heeft. Dat heeft te maken met gewoon ook een hele andere grote organisatie. Je merkt dus dat het niet meer gaat over too big to fail. Dat wil zeggen, je bent te groot om te mogen falen. Nee, ik denk dat die organisaties te groot zijn om te veranderen. En dat dus die problematiek van die raket ook speelt bij banken, verzekeraars, dat soort zaken meer. Alleen de overheid is nog iets groter dan dat. Want die heeft dus een veel grotere integratie dan enkel alleen die ene klant. De overheid is verantwoordelijk voor burgers en heeft daar een veel groter apparaat voor in huis. En daardoor nog een grotere raket om dingen aan te bouwen. Dat deel is natuurlijk ook dus heel duidelijk niet alleen dus een overheidsvraagstuk, maar een systeemvraagstuk. Ik zou het ook graag willen vergelijken met andere branches. Als je kijkt naar de automobielindustrie, daar is het maken van de duizendste auto is sneller gedaan, is goedkoper en is beter. Een duizendste project bouwen binnen een bedrijf kost meer, duurt langer en levert minder op. En dat betekent dus eigenlijk dat we dus een heel groot vraagstuk hebben als het gaat om schaal. En die schaal, blijf ik bij, is veel bepalender dan het feit of je nu overheid bent of een hele grote bank of verzekeraar. Vandaar dat ik toch wil nuanceren dat dat de grote oorzaak is van het probleem.
Dank u wel. Mevrouw Fokker. Ja, ik wilde eigenlijk nog weer een stapje terug doen naar de aanbesteding. Want natuurlijk als commissie, hè, we krijgen problemen op tafel. Maar wat ook zo interessant is, hoe denkt u wellicht over oplossingen om van alles wat misgaat met aanbesteding te voorkomen? Heeft u daar oplossingen voor die wij wellicht mee kunnen nemen? Ja, ik denk dat het... Ik heb er natuurlijk uitgebreid over gesproken de laatste dagen, zelfs nachten, met de oprichter van Standish, met Jim Johnson. Ik zeg, wat moeten we nou vertellen? Wat kunnen we nou helpen om te komen tot verbeteringen? En een aantal voorstellen zijn dus met name ook dat het zou helpen om een kwaliteitscheck te doen over de partijen die aan het project betrokken zijn. De kwaliteit van de betrokken organisaties, de helderheid van de doelstellingen. En noem het gewoon het waarderen van die vaardigheid en die kennis en kunde. En een andere is dat als ik kijk ook naar de cijfers van de Rekenkamer, dan praten we in Nederland over 49 projecten die als heel groot worden bestempeld. Zijn voorstel zou zijn, moet je die niet van tevoren beoordelen en in hele kleine projecten opdelen. En dan niet uitvoeren achter elkaar, maar uitvoeren dat ze elke keer waarde toevoegen op het moment dat het gereed is. Dat is denk ik ook een zeer goede suggestie. Dus er zijn zeker op dat vlak wat aanbeveling te doen. Daarnaast het feit ook wat de heer Uilenbel terecht opmerkt, meer leren vraagt ook om meer onderzoek en het ook fundamenteel bijhouden. Ik denk dat wat minder nog in Nederland ontwikkeld is, is dat ICT-dashboard. Daar is wel over gesproken, wordt aan gewerkt. Maar wanneer je zou zeggen van projecten die gefaald zijn, daar wordt de informatie aan aangeleverd en worden dus beschikbaar gesteld voor onderzoek om daarvan te leren, dan zou je dus nog meer kunnen bijsturen. Het voordeel is dus ook van die kleinere projecten, is dat je ze eerder kunt stoppen. En dat is ook dat element kan worden ingebouwd. Daarin geeft u meneer Mulder heel duidelijk aan dat er nog echt mogelijkheden zijn voor de overheid om te verbeteren op het gebied van ICT. En we hebben het eigenlijk al in het gesprek een aantal keren over gehad, over de verschillen tussen overheid en bedrijfsleven, maar ook de overeenkomsten. Als u kijkt naar het verbeteren door de overheid van de processen en de organisatie. Wat zou u daar eigenlijk voor suggesties willen geven? Ja, toevallig had ik vandaag moeten lesgeven op de TU Delft samen met Antwerp Management School. En mijn vak is dan het ontwerpen van organisaties. Een Engels woord wederom, enterprise engineering. Dat zou natuurlijk geweldig zijn als mensen, niet alleen dus degene die het project leiden, maar ook de medewerkers, een goed zicht hebben op hun huidige processen en ook waar we naartoe willen gaan. En dan niet op uitgebreide modellen, maar op hele eenvoudige modellen. Wij proberen dat, met name ook vanuit de TU Delft al jaren geleden, niet meer op grote boekwerken, maar op een A4 te brengen. Als ik nu bijvoorbeeld kijk naar hele grote organisaties, ook binnen de overheid, dan hebben ze al een A3 formaat nodig van alle systemen die er zijn. En het is meer zwart dan wat we zien dan wit. Zoveel lijnen zijn er. En dat kunnen we niet meer bevatten. Dus dat zou ik eerst willen oppakken. Laten we eerst nou proberen die zaken te vereenvoudigen. We weten waarover het gaat. Wij doen het liefst dan transactie per transactie. En dan heb je ook meer grip op die complexiteit. En daarin zegt u daarmee ook dat eigenlijk als we kijken naar een verschil tussen overheid en bedrijfsleven, dat we als overheid en politiek de doelstellingen soms ook te complex zetten. En misschien te veel willen in één keer. Ja. De eerste keer dat ik één keer ja zeggen. En kunt u een voorbeeld noemen dat u mag project X gebruiken, maar waarvan u zegt, nou daar zie je het nou precies in terug, dat er te veel in één keer gewild is en dat de doelstellingen te hoog zijn, te groot zijn gezet. Ja, en het is zo verraderlijk, hè, hoe dat gaat. Stel dat je nou zegt, we willen de fraude tegengaan, want dat is heel goed dat we dan meer grip hebben. Laten we gewoon afspreken met elkaar dat iedereen maar één bankrekeningnummer mag hebben bij de Belastingdienst. Dat lijkt een simpele vraag. Nou, daar zit nou het probleem achter. Een simpele vraag met een heel complex antwoord. En dat zou je dus moeten opbreken in stukken voordat je daarmee verder gaat. Dus je ziet ook wel dat het niet alleen maar een kwestie is van onkunde. Het is ook echt complex. Het lijkt zo simpel. Mijn vader gaf vroeger het voorbeeld. Het is heel eenvoudig om je eigen plaatjesadministratie bij te houden. Dat we nog plaatjes, LP's hadden. Maar het is heel lastig om alle kentekens te registreren van de auto's in Nederland. Als dat begrip iets duidelijker wordt, dan zien we ook dat projecten die beginnen als... Het is toch zo eenvoudig, één bankrekeningnummer, hè, dat het best complex is. En daar zou je dus al moeten beginnen. En de aanpak van fraude die u inderdaad als voorbeeld noemt, dat is natuurlijk ook een wens van de politiek. U heeft ook in uw stukken, ik gebruik toch een Engelse term, voorzitter, term scope creep. Ja. Als u
Zou u die term willen uitleggen? Ja. En zou u die misschien willen verbinden ook aan de rol van de overheid en de politiek als het gaat om scope creep? Ja, ja, met name de Amerikaanse, laat maar zeggen, metafoor van de gekke hoedemaker, de Mad Hatter, zoals het heet. Dat is een verhaal dat teruggaat naar het oude Engelse Londen, waarbij de dames met een hoed lieten zien hoe modern ze waren. En op het moment dat ze natuurlijk buiten liepen en ze zagen een andere buurvrouw met dezelfde hoed, dan renden ze terug naar de hoedemaker, want ze wilden een andere hoed hebben natuurlijk. Dat leidt tot die verandering op verandering en dat is dus een verbreding van je scope, het verbreden van je aanpak. En dat is voor die hoedemakers de reden geweest dat ze ook gek werden. Vandaar ook de gekke hoedemaker. En dat is iets wat je natuurlijk moet proberen te voorkomen. Al die wijzigingen achter elkaar. Ja. Zou we dat gewoon uitdijing kunnen noemen? Ik volg het voorstel van de voorzitter, uitdijing. Dus die uitdijing is bijvoorbeeld dat de minister met een voorstel komt om met ICT een bepaalde doelstelling te bereiken. En gedurende de ontwikkeling daarvan, dat zien we ook in de voorbeelden, de projecten die we hebben onderzocht, ja, komen er extra eisen bij. En zorgt dat ervoor dat ook ICT-projecten complexer worden en dus ook lastiger binnen de tijd, binnen het geld, voor elkaar te krijgen? Ja, de combinatie is hier dus niet alleen maar de omvang, maar ook de veranderingen. Vandaar dat we ook heel hard aan het werk zijn vanuit de Universiteit van Antwerpen om niet alleen maar grote systemen te bouwen, maar die ook onder een proef te zetten, heel snel veranderen. En wij hopen dus op aanzienlijke termijn te kunnen laten zien, aantoonbaar kunnen maken wetenschappelijk, dat die veranderingen onder controle kunnen raken. Dat zou al heel veel helpen aan de systeemkant, maar het zegt helemaal niks over de veranderingen aan de organisatiekant. Als we blijven werken met veel partijen die tegenwerken, als projecten te groot blijven, dat doet dat niet voldoende. Hè? We moeten dus op allerlei vlakken moeten we dus verbeteren. Dus eigenlijk aan alle kanten moet daarop verbeterd worden. En als ik u mag samenvatten dan over verschillen tussen overheid en bedrijfsleven, dan gaat het om het niet helder zetten van de doelstellingen. De scope creep die op de uitdijing die op bepaalde terreinen kan plaatsvinden, maar ook die raket die gebouwd wordt, die slijtage van de software die u uitgelegd heeft. En nou geldt ook voor de overheid dat ze met een heleboel belanghebbenden te maken hebben. In hoeverre kan dat nog een verschil zijn tussen ICT-projecten bij de overheid en ICT-projecten bij het bedrijfsleven? Uitermate veel. Als we kijken naar vergelijkende cijfers tussen branches en we vergelijken bijvoorbeeld de resultaten binnen de, dat noemen ze dan retail, het leveren van goederen aan winkels, dan zijn dat de percentages om te slagen veel hoger en de kans op falen veel lager. Maar ja, het is natuurlijk een industrie die we al jaren kennen. Het is iets natuurlijk wat herkenbaar is, pakje voor pakje, wat er langs loopt. En de overheid heeft veel immateriële processen, beleidsprocessen om te ondersteunen. Dat zijn dus best wel minder tastbare zaken. Mag ik nog een aanvullende vraag stellen? U gaf zo'n aardig voorbeeld van dat ene bankrekeningnummer. Ja. U zei, stel nou, je wilt slechts één bankrekeningnummer bij de Belastingdienst. Dat lijkt heel simpel, dat is hartstikke ingewikkeld. Ja. Dat zou dus eigenlijk betekenen dat een willekeurig Kamerlid, ja, niet de vraag zou moeten stellen, joh, laten we maar één bankrekeningnummer doen. Dat zou dus betekenen dat dat Kamerlid zou moeten weten hoe verrekt ingewikkeld het is om dat vervolgens te regelen. Bent u dat met mij eens? In deze situatie ben ik het met u eens, ja. Maar dat zou ook betekenen dat als dat Kamerlid dat niet weet, dat dan vervolgens de minister of de staatssecretaris die het zou moeten gaan uitvoeren tegen dat Kamerlid in die Tweede Kamer tijdens dat debat zegt, dat lijkt wel eenvoudig, maar dat gaan we niet doen, want dat kost zomaar 220 miljoen wat u wil. Klopt. In plaats van, zoals vaak gebeurt, te zeggen, natuurlijk gaan we dat doen, Kamer, want u wilt dat. Klopt. En die voorbeelden zie je dus ook. Juist daarom heb ik dit voorbeeld ook gekozen om te laten zien dat ik vind dat dat toch al meer herkend wordt. Er is ook gesteld, laten we eerst proberen te vereenvoudigen, laten we het anders aanpakken. Maar een ander voorbeeld wat minder gelukkig was in december vorig jaar, was natuurlijk dat er wel degelijk signalen waren om controle in te bouwen op punten en komma's. En dat in plaats van 1,8 miljoen in één keer het centen euro's werden uitgekeerd. En dat had kunnen worden voorkomen. En dat is een concreet voorbeeld. In Amsterdam, ja. Maar wat ik bedoel te vragen is, maar u zegt al ja, maar nog even voor de zekerheid. De politiek, hè, want zo kijken mensen naar wat er hier in dit gebouw gebeurt, ja, moet zich veel beter realiseren dat als men dingen wil van een systeem, dat dat veel werk is en veel geld kan kosten. Ja, toch wil ik de politici beschermen, want ik vind dat de leveranciers vaak denken dat ze alles kunnen maken en zeggen het is soft,
kunnen zo geregeld worden. En die zouden ook vanuit hun kant kunnen aangeven dat in de huidige stand van zaken dat niet zo eenvoudig is. Van mijn. Dus er is eigenlijk te weinig tegenspraak van de leveranciers, zegt u? Ik vind dat het onderkennen van de oorzaak van de complexiteit nog onderschat is. En dat zowel de politiek een simpele vraag stelt, vanuit de gedachte een simpele vraag betekent ook een simpel antwoord, terwijl het tegendeel waar is. En terwijl het overschattingsvermogen van de leverancier is, oh, wij kunnen dat wel. Terwijl ik denk dat we hier nog veel meer moeten nadenken over het maken van iets complex. Ik denk dat het voorbeeld van de raket is niet voor niks. De Saturn V was het meest complexe bouwwerk door mensen op deze planeet gemaakt. Ik vind het ontwikkelen van ICT-projecten, ICT-toepassingen ook heel complex. Het gaat niet alleen maar over infrastructuur, apparatuur, programmatuur. Het gaat over mensen. Dus je praat hier over verschillende moeilijkheidsgraden. Dus het is een van de moeilijkste vakgebieden, denk ik, waar we momenteel mee bezig zijn. En het feit hoe er dan eenvoudig wordt gesproken over één bankrekeningnummer en dan vervolgens daarop steken, dat is eigenlijk een onderschatting van wat ons vakgebied is. Het is veel meer nog dan enkel alleen een wens en dan een programma. Het is niet alleen maar de functies die je nodig hebt, maar ook hoe construeer je het, hoe maak je het. En dat is net wat wel bekend is bij auto's. Hè? Dat is niet zo eenvoudig om een auto te maken. Nou, dat geldt ook voor programma's, die zijn echt lastig. Vindt u het bij de zorgplicht van leveranciers horen om de overheid daarvoor te behoeden of te waarschuwen? Ik denk dat we momenteel in de fase zitten dat de universiteiten dit aan het roepen zijn, omdat het nog niet onderkend is als werkelijke oorzaak. Dus het is nog echt een overschatting van het eigen kunnen. Maar dat is geen antwoord op de vraag van de heer Van Meenen. Die vroeg, hoort het niet de plicht van de leveranciers te zijn om? Maar dan kom ik toch graag terug op een mooie voorbeeld uit. Wanneer kan een leverancier weten dat het goed of fout is? En dat had te maken met het bewustzijn van het jaar 2000. Wanneer zijn we bewust geworden dat het jaar 2000 een probleem was? En daar heeft mijn vader toen met de landsadvocaat een mooie discussie gehad. Dat is net zoals met Sinterklaas. Sommige mensen komt dat vroeg, dat besef dat Sinterklaas niet bestaat, en anderen komt dat later. En dat is ook in dit geval zo. We moeten nog steeds heel goed kijken naar, snappen wij wel de problematiek van die organisaties? En sommige leveranciers onderschatten de problematiek en overschatten hun rol voor het systeemdeel. En daarmee onderschatten ze de projecten en de organisatie van de overheid. U zegt dus eigenlijk ook dat de overheid niet meer in Sinterklaas moet geloven. Ik denk dat die tijd voorbij zou moeten zijn. Als we die 5 miljard willen gaan besparen, dan moeten we dat niet zo eenvoudig meer oppakken. En is het echt een vakmanschap om zulke dingen te bouwen. Net zo goed als het geldt voor het maken van een spoorlijn. Het allermooiste is natuurlijk als die leveranciers de overheid niet meer als Sinterklaas beschouwen. Meneer Ulenbelt. Ja, maar ter geruststelling van de kijkende kinderen moeten we toch zeggen dat Sinterklaas wel... wel bestaat. U noemt ook over het opdrachtgeverschap, noemt in de GAZ-rapporten noemen 5 doodzonden. Ambitie, prestige, onkunde, afzijdig houden, oneerlijkheid, fraude enzovoort. Ja. Wat komt nou het meest voor van die 5? Houdt u dat bij in uw database? Want het staat op de 4e plek in uw rijtje als grote probleem. Ja, ambitie is wel een hele gevaarlijke. En waarom? Grote projecten zijn dus prestigieus. Daar wil je graag mee in de krant komen. Dus los van het feit dat je niet anders kan dat je grote projecten hebt, is het natuurlijk best interessant om grote projecten te definiëren. En er zit een ambitie achter. Zou de Tweede Kamer deze 5 doodzonden ook op zichzelf van toepassing moeten verklaren en daar heel erg bewust van zijn? Ja, ik vind niet alle 5, maar ik vind met name de ambitie, de realiteitszin om iets heel snel te veranderen, terwijl je in een enorme, laat maar zeggen, verandering aan de achterkant dan zit te werken. Dat zou wel wat meer moeten worden onderkend. En daarmee kom je ook tot realistischere vergelijkingen. En geloof je ook niet meer dat de leverancier het kan binnen een paar weken. Dan zeg je ook, wacht, het is zo complex, dat zou niet kunnen. Dus deze aanbesteding vind ik sowieso al niet meer reëel. Dus dat is waar. Als je die ambitie wat scherper onderzoekt, dan zie je soms dat het overambitieus zou kunnen zijn. Mevrouw Bruinslot gaat afsluiten. Voorzitter, dank u wel. Meneer Mulder, u heeft ons veel stof tot nadenken gegeven. Maar ik wil u toch nog even vragen, van, zijn er zaken niet ter sprake gekomen waarvan u wel graag ons daarvan deelgenoot wil maken? Nou, ik moet nogmaals zeggen, ik ben enorm tevreden over het feit dat hier aandacht aan wordt besteed. En dat het zou kunnen leiden tot ook meer steun in de richting van het onderzoek wat er plaatsvindt. Het moet mij van het hart
dat al de dingen die ik net ook vertelde heb over die raket, hoe je ontwikkelt, dat het allemaal in de vrije tijd, zou je kunnen zeggen, is van de professoren om dit soort dingen uit te zoeken. Het zou geweldig zijn als daar op dat kleine vlak ietsjes meer steun zou ontstaan, zodat ook die vragen over goed onderzoek kunnen worden gebruikt. Dus dat zou mij wel een wens zijn, ja. Dus ik hoor u zeggen dat een laatste suggestie aan onze onderzoekscommissie, zorg er ook voor dat er goed onderzoek plaatsvindt naar de achtergronden en de oorzaken daarvan. Heel graag. Dat is een goed punt om mij af te sluiten, voorzitter. Ik geef het woord weer terug aan u. Kijk maar even rond. Nou, meneer Ulebelt, nabrander. U noemde zelf professor Verhoef, die nogal wat kritiek heeft op de hele chaosbenadering, noem ik maar zo. Zijn er anderen in Nederland of in de wereld die soortgelijke of andere kritiek hebben op benadering van de groep waar u bij hoort? En wie zijn dat dan? Ik denk dat het niet zo is dat er heel veel onderzoeken zijn met uiteenlopende opvattingen. Maar in die grote getallen komen ze met elkaar redelijk overeen. Dus ook een ander onderzoeksrapport wijkt er niet veel van af. Dus in die zin is er zeker iets op te merken over de opmerkingen van professor Verhoef. Het zou mooi zijn als de kwaliteit van schatten zou verbeteren. Alleen, het is al heel mooi dat we nu al een database hebben van 50.000 projecten. En dat is eigenlijk hetgene waarvan ik net al aangaf. Meer onderzoek zou dat nog kunnen verbeteren. Dus dat punt ben ik met u eens. Goed, dan zijn we aan het eind gekomen van ons eerste gesprek. Ik dank u zeer voor de gegeven antwoorden. Ik sluit dit gesprek en ik schors de vergadering tot 11:30.